Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jens Talks. Ditmaal vanuit het schitterend landgoed. Het zonnetje schijnt. We zijn er niet binnen vandaag. Ik zie dat jij bier aan het drinken bent. Kan je dat nog betalen met al die inflatie? Ja, nou ja, eigenlijk drink ik niet meer zoveel bier. Want het is natuurlijk tentamenperiode, dus veel leren. Maar met dit weer, dan maak ik ook wel even eentje open natuurlijk. Gelijk heb je. Vandaag hebben we Maurice de Hond te gast. Maurice, bekend van de opiniepeider wordt hij ook wel genoemd. En in coronatijd was hij kritisch op bepaalde aerosolen en de ventilatie. We gaan vandaag met hem over wetenschap. Wanneer moet je wat vertrouwen, wanneer niet? Wanneer vertrouw jij iets? Nou, ik denk vooral, weet je waar ik op vertrouw? Dat dit statistisch gezien een leuke podcast gaat worden. Zullen we maar naar binnen gaan? Oké, dan gaan we naar binnen. Nogmaals welkom aan tafel bij deze nieuwe aflevering van Jens Talks. En zoals jullie kunnen zien hebben we vandaag Maurice de Hond aan tafel. Welkom Maurice, leuk dat u er bent. Of mag ik je zeggen? Ja hoor, tuurlijk. Ja, nou leuk dat je er bent. Voordat we gaan beginnen nog een paar huishoudelijke mededelingen. We hebben een nieuw Instagram account en een nieuw Twitter account. Dus los van IndiePen, maar een apart account. Dus het zou leuk zijn als jullie ons daar volgen. IndiePen Jens Talks op Instagram. En op Twitter was het Jens_Talks. Dus dat bij deze, dat zijn even de huishoudelijke mededelingen. Bo, we gaan weer beginnen. Ja, leuk. Het is fijn om hier weer te zitten. Ook leuk dat we weer een bekende gast hebben. Het is toch ook voor ons leuk om met zo iemand te kunnen praten. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. En welkom ook namens mij. Ja, ik vind het altijd leuk om te doen. Ja, Maurice de Hond, ik denk bij de meesten van onze leeftijd bekend als de opiniepeiler. Tegenwoordig ook steeds meer, omdat het heel actueel is natuurlijk coronatijden. De sociaal geograaf, de statisticus. Dat is de laatste jaren komt dat steeds meer op eigenlijk. Ja, we willen eigenlijk voordat we naar het inhoudelijke gaan ook veel hebben eigenlijk wat weten over de man achter de data en de droge wetenschap eigenlijk. Want hoe was het om jong te zijn in jouw tijd? Hoe was het om jong te zijn? Nou, ik ben in 1947 geboren, dus vlak na de oorlog. En mijn beide ouders hebben Auschwitz overleefd. Dus ja, dat drukte niet op me, maar dat was wel een feitelijk aanwezig. Dat betekende onder andere dat ik geen grootouders meer had of nooit heb gekend. En ook maar een beperkt aantal familieleden. Maar het was verder, zeker door ook de instelling van mijn ouders, eigenlijk een hele zorgeloze jeugd. Maar ja, goed, als je het vergelijkt met nu, kan je het bedenken dat ik heb foto's van de gracht waar ik woonde, Admiralengracht in Amsterdam-West. En daar stond echt geen enkele auto geparkeerd. Mijn vader was in 1954 de eerste met een auto. Wij waren ook ongeveer de eerste met tv in 1956. En het was 3 keer per week 2 uur. Van 8 tot 10 s'avonds. En dan 2 keer per week jeugdtelevisie van 5 uur tot 6:30. Woensdag en zaterdag. En de halve buurt zat vanaf 4:45 bij ons thuis al te kijken naar het testbeeld. Wat dan aanstond. En om 5 uur begon dan het programma. Ja, ja. En ik, ja, vervolgens, begin van de 60e jaren was ik een jaar of 14, 15. En dat was eigenlijk de echte opkomst van de jeugdcultuur met muziek, de Beatles, de Rolling Stones. En ja, wat ook leuk was, in het eind van de 50e jaren had je op de radio alleen voor je jeugd 1 keer per week 1/2 uur jonge muziek, zal ik maar zeggen. Dat heette Tijd voor Teenagers. Okay. Maar dat werd doorbroken dat er ergens geloof ik in 1962 kwamen er piratenschepen. Ja. Voor de kust, eerst van Engeland en ook van Veronica. Ja, Veronica inderdaad. Ja. En die zond 24 uur per dag muziek uit voor de jeugd. En toen veranderde hun vrij snel wel behoorlijk wat. Ja, nee, want je zegt inderdaad, het was een zorgeloze jeugd eigenlijk. Maar die kwam wel recent uit een oorlog. Dus de naweeën van die oorlog speelde denk ik ook wel een beetje. Ja, maar nog, ben je zelf niet bewust. Nee, oké. Okay, maar ik was er, ja, ik leefde al bij de watersnoodramp. Toen was ik 5,5. Maar ja, het enige wat ik me er een beetje van kan herinneren, dat er inzamelingen werden gehouden en dekens werden opgehaald of zo. Ja, maar hoe denk je dat is voor jeugd om nu jong te zijn in tegenstelling tot die tijd? Nou, veel, veel, veel intenser. Ik merk het ook, ik bedoel, ik heb op vrij late leeftijd nog een kind gekregen. Mijn dochter is 12 en mijn oudste is 43. Maar het interessante is dat je, doordat je dan een kind thuis hebt vanaf de geboorte, in 2009 geboren. Dus je volgt ook heel erg daardoor die ontwikkelingen van ook de jeugd. En dat was ook net in de tijd dat iPad er was. Ja. Ja. Ik ben altijd iemand van technologie geweest. Ik heb 1965 leren programmeren. Steve Jobs scholen. Ja, maar dat heb ik eigenlijk gedaan, geïnspireerd ook door wat ik zag. Ja. En dan zie je hoe die, ja, ook al die jongste kinderen
Ja, die zitten al met een smartphone destijds, met een iPad of wat dan ook. Ligt die op tafel? Ja, maar ik heb toen een keer in 2011 bij een column op tv gezegd dat eigenlijk ouderen dat niet realiseerden. Maar thuis speelt de kleuterrevolutie zich af. En de kleuterrevolutie in mijn ogen was en is dat eigenlijk die jeugd van een half jaar zowel in de analoge als in een digitale wereld opgroeien. Ja. En dat moet voor de vorming van hersenen gewoon heel veel anders zijn dan vroeger. En wat je echt ziet is, ook als ik mijn dochter nu van 12 zie, vergeleken met kleinkinderen van de jaren 5, daar zit al een groot gat tussen. Nou, en als je dus ziet hoe alles wat er gebeurt in de wereld daardoor veel indringender bij die kinderen komt dan vroeger, ja, dan is het een totaal andere wereld. Ja, ik merk dat zelf heel erg. Ik heb zelf dan een broertje van 12. En daar merk je ook inderdaad al echt van, die zit eigenlijk de hele dag, als hij zich verveelt, waar wij dan nog de buurt in gingen en elkaar zo bij wijze van spreken met stokken gingen slaan, zit die inderdaad gewoon, gaat dan op zijn telefoon zitten. Of die komt thuis en die gaat gamen, maar dan zet hij zijn headset op. Zit hij gewoon met zijn vriendjes van school. Het is een totaal andere dynamiek waarin de jeugd zit. En zeker in verhouding tot jullie tijd, waarin je zelf eigenlijk veel meer op onderzoek uitging in de buurt of in de wereld om je heen, is dat onderzoek digitaal geworden. Alleen, ik vraag me wel soms af van, in hoeverre is dat goed dat die impulsen er zoveel zijn voor kinderen? Dat je veel minder... Ja, dat hoor ik alleen maar van oude mensen, maar dat... Oude ziel, ja. Maar wat ik vaak zie is, en wat me altijd ergert, moet ik daarbij zeggen, dat mensen heel erg normatief, waar ze zelf in opgegroeid zijn als norm stellen, en dan naar iets kijken met hun eigen ogen. Bijvoorbeeld als er gezegd, ja, maar die kinderen, die hebben helemaal geen sociaal contact. Nou, mijn dochter had toen ze 4 was, had ze al zo'n sociaal contact met allerlei mensen. Besef, ik kom uit de generatie toen een tante en een vriendje van mij emigreerden naar Canada. Had je 1 keer per jaar 3 minuten telefoongesprek met ze. Meer contact had je niet. Ja. En mijn vrouw is Cubaanse. Althans, van Cubaanse van origine. En die zit elke dag te facetimen met haar familie. Zodat ze haar nichtje die opgroeit. Ja, die ziet er ook elke dag. Ja. Dus technologie is dus niet per se slecht. En dat zegt ook dan iemand die in dit geval... Ja, dat kan, maar het hoeft dus niet per se slecht te zijn. Want het wordt wel vaak door ouderen vooral gedaan dat de jeugd te veel met de iPads, met de iPhones bezig is. Een vorm van contact. Ja, maar wat ik vooral zeg is, ik denk dat kinderen die ontzettend met technologie bezig zijn, zich heel goed voor de toekomst, op de toekomst voorbereiden. Een mooi voorbeeld. Omdat ik al heel vroeg met de computers was, in 1965, zoals heb ik geprogrammeerd. Ik had in het begin van de jaren 80 heb ik voor V&D en Dixons een project over homecomputers opgericht. Commodore 64 destijds. En in 1985, mijn oudste zoon was toen 9 of 8. Toen was er net een Macintosh uit, de eerste. Heb ik een Macintosh voor hem gekocht met een printer beneden. En toen maakte hij al een schoolkrant toen hij 11 was. Zo. In de 80e jaren. Ik gaf hem ook een digitale camera die net uit was. Dat is allemaal nu. Maar het is wel even 35 jaar geleden. Ja. Toen in 1995 internet kwam, begon hij meteen met een internetbedrijf. En wat ik toen dacht, ja, ik heb hem eigenlijk 10 jaar lang voorbereid op internet. Zonder dat ik wist dat ik hem voorbereidde op internet. Dus juist, kijk, en je kan best wel denken van, nou, ik had toch liever gewild dat hij dat en dat en dat deed. Ja. Maar je moet er erg opletten dat je naar dingen niet ziet te kijken vanuit je eigen kader. Ja. En je moet niet naar de jeugd van tegenwoordig kijken vanuit het verleden. Nee. Je moet naar de jeugd van tegenwoordig kijken vanuit de toekomst. Ja, dat vind ik een hele interessante kijk. Maar ja, je ziet het ook wel, denk ik, met ook als je kijkt naar een jonge Steve Jobs of Bill Gates, die inderdaad ook al in de jaren 80 gewoon al aan het sleutelen waren. En nu. Nou, die jongen waren in de jaren 70 zelfs. Jaren ik 70. Heb ze allebei ontmoet in 79 bij een beurs. Maar ja, ik bedoel. Maar toen is het nog langs gelopen. Bloempotkapsel en zo'n. Maar waar ik ook wel achter, dus de man achter de statistieken en de data, de wetenschap, ben ik ook wel benieuwd wat. Om die statistieken en die wetenschap de waarheid eigenlijk naar boven te halen, ook als die gevoelig ligt, dan is het eigenlijk mijn vraag die me opkomt, wat drijft jou om dat te doen? Want een recent voorbeeld is natuurlijk corona. Dat is met het belang van de aerosolen en de ventilatie, et cetera. Was veel om te doen. Wat drijft er dan toch om dan die waarheid naar boven te halen, ondanks dat mensen er wat van vinden? Ja, ik was bijna aan het praten van de man achter de hond. Ik was een groot deel van mijn leven vond ik ook belangrijk voetbal. Ja. En ik ben ook scheidsrechter geweest vanaf. Ik heb zelfs 2 jaar betaald voetbal gefloten. En tot 2 jaar geleden heb ik nog amateurwedstrijd op een vrij hoog niveau gefloten. Dat vind ik ook nog een belangrijk deel van mijn leven. Ja, de romanticus. Op AFC, toch? Ja, omdat ik dat. Ja. Dat is ook een belangrijk deel van mijn leven. Had je een ket en een biertje achteraf? Nou, dat niet, want ik drink geen alcohol. Maar
Het genieten van een wedstrijd vond ik altijd belangrijk. Ja. Maar de vraag is inderdaad een heel belangrijke. En eigenlijk moet je bedenken dat ik... dat is gewoon genetisch ook. Mijn vader was ook heel het rekenen en zo. Dus ik was rekenen, wiskunde. Daar was ik op school goed. Dat schudde ik eigenlijk uit mijn mouw. Dat het blijkbaar bij me paste. En toen ben ik gaan studeren. En ook ik was... Zelfs terwijl ik studeerde werd ik gevraagd om college te geven, statistiek en onderzoek aan de studenten. Omdat ik blijkbaar daar een goed talent voor had. Dus eigenlijk al, dan praten we begin van de 70 jaar, ben ik ruim 50 jaar bezig met onderzoek. Opinieonderzoek, marktonderzoek, maar ook andere onderzoeken waarbij data het meest cruciale is. Hè? Dus ik ben getraind en ik heb geleerd om cijfers als waar te laten spreken. En cijfers, dat is niet echt zo eenvoudig, want cijfers, er zit zoveel meer achter een cijfer. Ik bedoel, ik nam het voorbeeld in het verleden wel eens een keer. Ja, als jij bij een leraar op school een 6 krijgt en bij een andere leraar een 8 krijgt, ben je dan beter bij die 8 dan die 6? Nee, ik had een hele strenge leraar. Als je een 6 kreeg, was het al fantastisch. Dus die 6 en die 8 betekenen al verschillende dingen. Nou, en zo zie je bij heel veel dingen die je ziet met cijfers, dat cijfers je heel veel kunnen leren, maar je ook heel makkelijk op een verkeerde been zetten. En omdat ik zo getraind ben in de cijferanalyse, gebeurde me dus aan het begin van die coronacrisis dat ik al die ontwikkelingen zag op internet. Dankzij internet kon ik dat zien. Er waren verschillende plekken waar de cijfers, de dagcijfers, op allerlei plekken kwamen. En wat ik daar zag, en wat ook een paar andere mensen hadden opgemerkt, dat er allerlei patronen in die cijfers zaten die veelzeggend waren. Bijvoorbeeld in Italië waren grote uitbraken in het noorden, maar niet in het zuiden. En toen je daar verder ging kijken, bleek daar in de landen waar het toen uit was gebroken, bleek er een erge samenhang te zijn met het weer. Dus door die cijfers dacht je, hoe kan het zijn? Zuid-Italië weinig, Noord-Italië veel. En toen ben je doorgegaan en alle grote uitbraken in februari, maart waren allemaal in gebieden waar het tussen, laat ik zeggen, 4 en 12 graden was. En dan is het punt, er werd steeds geroepen, het gaat grote druppels met 1,5 meter. Maar dan is mijn vraag, waarom in Rome niet en in Milaan wel? Dus hoe gevoelig het ook ligt, dus jij zegt de cijfers, ik ben getraind om daar die op een bepaalde manier te interpreteren. En dan maakt het niet uit of dat gevoelig ligt. De waarheid is de waarheid. En dan is eigenlijk de vervolgvraag, is alles dan meetbaar? Ja, met wel even de aanmerking. Het moet wel iets zijn wat een soort relevantie heeft. Exact. En de relevantie in dit geval was dat ik al in een heel vroeg stadium, als ik dacht van dat virus gaat eigenlijk door de lucht. Ja. Dan is dus de aanpak 1,5 meter niet de goede aanpak. En dan krijg je vooral in zorginstellingen waar de ramen dicht blijven enzovoort. Maar ze misschien wel mondkapjes hebben, maar die mensen raken besmet enzovoort. Dus het werd voor mij wel... letterlijk was het een kwestie van leven en dood. Ja, en dan is het een kwestie van, dan moet je ermee naar buiten gaan. Maar het is niet zo dat alles in cijfers te vangen is. Plus dat ook als je de cijfers goed boven tafel krijgt, is het volgende, kan je er ook nog een prognose van maken. En die aannames, die zijn ook heel belangrijk. En daar is het belangrijkste van, en wat hier misgegaan is in Nederland, dat ze daar niet transparant over zijn. Waarbij je zegt, dit zijn onze uitgangspunten. En op basis van deze uitgangspunten en zo komen we op deze resultaten. Zodat anderen, ook deskundigen, kunnen zeggen, maar op deze uitgangspunten, die is verkeerd of moet anders. En de uitkomst kan ook anders zijn. En het werd eigenlijk top-down, werden dingen gezegd waarvan je proefondervindelijk uit die data kon laten zien dat het niet zo was. Dat het eigenlijk geen basis had. Dat ze wel deden alsof het een basis had, maar het was meer een dogma. Hoe ga je dan om met nieuwe informatie? Als je bijvoorbeeld kijkt naar, dit is een bekende casus, ik had het ook al gelezen toen het ook over jouw onderzoek ging. Als je bijvoorbeeld kijkt naar India of Brazilië, dat is wel een ander klimaat dan in Italië. Maar daar waren de besmettingen volgens mij ook redelijk hoog. Of viel dat wel mee? Nee, wat er aan de hand was, dat was wat een vrij vroeg stadium toen ik dat gelezen had. Hè, en toen gezien had ook over die uitbraken in de gebieden waar dat dan, laat ik zeggen, koud was. Of tussen 4 en 12 graden. Toen werd al gezegd, maar dat lijkt sprekend op waar de griep heerst.
Nou, het punt is, als je gewoon kijkt, toen heb ik een grote presentatie gezien uit 2018 van de WHO over hoe verspreidt griep zich over de aarde. En dan blijken er eigenlijk twee belangrijke zones te zijn. Boven 30 graden noorderbreedte en onder 30 graden zuiderbreedte is het in de winter daar. Dus het zuiden is het dan een andere periode. Maar in de gebieden, in de subtropische gebieden, breekt de griep niet uit in de winter. In de zomer. Nee, ook niet echt in de zomer. Maar veel meer in een periode waar er meer regenperiodes vallen. Dus in India is het tijdens de moessonperiode. En die begint eigenlijk ergens in mei, juni. In Brazilië begint het ongeveer in het noorden, bij Manaus, waar de eerste uitbraken waren, ergens in januari, februari. En dan zakt het zo naar Sao Paulo tot mei, juni. En dat was het patroon wat we ook in Brazilië zagen. Dus ja, het was één op één de seizoenspatronen van griep. Ja. Alleen die zijn bij ons anders dan in de tropische gebieden. Ja, corona haalde ik inderdaad aan omdat het heel actueel is. En dat is ook het meest recente voorbeeld van het interpreteren van data. Maar om het iets breder te trekken. Want als ik kijk naar discussies in het maatschappelijk debat eigenlijk. Het is heel vaak, ik geloof die wetenschap, ik geloof die wetenschap, die data. En dat is eigenlijk waar we vandaag het meest naartoe willen. Want wanneer weten mensen wat te vertrouwen is? Wanneer is iets betrouwbaar? Ja, dat is ook lastig. Kijk, het mooie voor mij al was, bij corona, maar ook al daarvoor, ik volg Twitter als informatiekanaal. Dus ik volg niet zo verschrikkelijk veel mensen, 250, 300. Dat zijn mensen die voor mij een rol spelen als verkenner. In verschillende landen, hè? Dus niet alleen maar Nederlanders. En die als ze iets tegenkomen, dat was op politiek terrein en verkiezingen, met name Amerika volg ik nog steeds een aantal hele belangrijke mensen, bepaalde journalisten en bij corona bepaalde andere mensen. En als die een interessante studie zeiden, dan beschreven zij van die studie wat ze tegen waren gekomen, met daar ook de link naar die studie. Wat ik deed, dan klikte ik op die studie. Ik heb Evernote. Evernote is een programma waarbij je een soort archief kan opbouwen. Nou, ik hoef maar op één knopje te drukken en dan vliegt het met Evernote in. Dus ik heb 1500 studies geclassificeerd in de afgelopen jaren in mijn Evernote zitten. En het interessante is, maar dat wist ik niet van tevoren, dat eigenlijk bijna elke studie, maakt niet uit op welk vakgebied, statistiek eigenlijk de basis is. Ja. Dus ik weet de materie niet veel, maar ik kan wel de bewijsvoering volgen. Nou, en wat ik dan deed was, in verschillende onderwerpen, hè, dan ga ik dus daar de diepte in, kijk ik naar die onderbouwing en dan merk ik bij hoeveel van die studies, hoe zwak die studies eigenlijk zijn. Maar als ik hardere studies zie, dan, en het onderwerp is voor mij belangrijk, dan ga ik naar andere studies kijken. Daar staan noten onder. Of ik ga via Google zoeken. En dan probeer ik voor de verschillende componenten te kijken. Wat zie ik daartegen? Wat is de kritiek daarop? Zodat ik bij mezelf probeer vast te stellen van wat is aan de hand. Een van de mooie voorbeelden, los van het feit welk oordeel je erop hebt. Er werd gezegd, bijvoorbeeld, de oceanen stijgen. Ja. We kunnen wel met klimaat. Vooral even de oceanen. Klimaat is nog veel complexer. Daar heb ik ook niet zoveel in verdiept, maar wel toevallig in dat water. Ja. Omdat het water omhoog zou gaan. En toen kwam ik ergens tegen. Hoeveel centimeter per jaar denk je dat de oceanen stijgen? Ik zou het niet weten. Als ik iets meer moet, 20 centimeter? Per jaar? Ja, ik denk niet 20 centimeter. Nee, niet per jaar. Maar ik weet niet wat voor nemen we nu aan. Gewoon per jaar nemen we nu aan. Volgens mij ging het om een paar millimeters, hoor je vaak om je heen. Ik kwam dus tegen van voorspelling was, of dingen, in 1980, in 2000 is het 2 meter of 1 meter gestegen. En dan kom je ergens tegen en die zegt, nou, we hebben hier al sinds 1835 de waterstanden bij Battery Park in Manhattan. Ja. Nou, en dat bleek geloof ik 15 centimeter te zijn in anderhalve eeuw. En toen ben ik verder gekeken. Maassluis bleek ook ongeveer dat soort dingen. Dus het steeg wel, maar absoluut niet op dat niveau. Nou zeg ik niet dat ik dan al conclusies trek naar aanleiding van de toekomst. Maar ik wil in ieder geval dat de basic facts. Ja. Ja, en op basis daarvan kan je dan het onderwerp, als je dat verdiept. Ja, dat vind ik, als je daarin echt wel geïnteresseerd bent, dan vind ik dat belangrijke onderwerpen om daarmee het kaf van het koren te scheiden. Ja. En dan merk je,
En dan maakt het eigenlijk niet uit op welk onderwerp je bent, dat er veel partijen zijn aan deze kant van de discussie of deze kant van de discussie, die ontzettend misbruik maken van de informatie die er ligt. Dus helemaal naar zichzelf toeredeneren. Terwijl als je dieper gaat kijken, een behoorlijk deel van hun onderbouwing is eigenlijk niet hard. Het is een beetje wat Bruno Latour altijd, ik weet niet of je daar bekend mee bent, al een beetje stelde van het. Je hebt de kale cijfers, maar het proces van de waarheidsbevinding is eigenlijk net zo belangrijk als de statistiek zelf. En dat is wat ik ook uit opmaak, jouw methode. Dus jij ziet een statistiek, je denkt, dit intrigeert me. Dan ga je kijken, oké, maar hoe komt die statistiek tot stand? Wie zit erachter? Welke partij zit erachter? Welke actoren spelen ermee? En daar op basis daarvan trek je kortere conclusies van, oké, nou, dus... Maar het is eigenlijk anders. Een behoorlijk deel van die statistiek klopt niet. Dus er worden statistiek gepresenteerd. Ik doe even hele simpele. Als iemand zegt, oké, in dit land sterft per jaar 1% van de bevolking en in dat land sterft 1,5% van de bevolking. Dus dat andere land is ongezonder. Dan is het antwoord, als de ene bevolking veel jonger is dan de andere, dan betekent dat cijfer niks. Nou, is dat een simplistische aanduiding? Nou, heel veel onderzoeken die er komen, als je die echt dieper gaat, die maken dit soort basale, of niet zo basale, maar maken fouten, waardoor zelfs die cijfers die je krijgt, veel relatiever zijn dan gepretendeerd wordt. Maar als je aan deze kant van de discussie staat, dan pak je gewoon die cijfers die voor jou passen. En daar die bij jou passen. Terwijl 60%, 70%, 80% van wat ik dan tegenkom, kan eigenlijk de toets der kritiek niet doorstaan. Hoe kan de gemiddelde burger wel de toets der kritiek ontstaan? Want hoe kunnen mensen weten wat ze moeten vertrouwen, inderdaad? Want heel veel mensen redeneren naar zichzelf toe. Even als voorbeeld, Boos en ik hadden vanochtend een gesprek over ivermectine. Ik denk dat het wel enigszins werkt. Boos denkt van niet. En die heeft zijn argumenten en wetenschappen ervoor en ik niet. Zonder daar inhoudelijk op in te gaan, is dat eigenlijk zijn verhaal tegen mij. Terwijl wij allebei eigenlijk geen verstand hebben van... Nee. Wij baseren ons allemaal op artikelen. En kijk, ik begin te lachen omdat het natuurlijk ook actueel was. Ja. Maar nogmaals, ook ik doe daar een beroep in op wat ik lees. En in hoeverre ik daar iets mee kan. Nou, maar wat ik in dat soort gevallen gedaan heb... En ik ga gewoon aan de basis naar die studies. En ik ga naar die studies kijken. En ik ga zien ja, hoe hard zijn die studies en welke kwaliteit zijn die studies. En wat zeggen andere deskundigen over die studies. En daarop... Dat is de wijze waarop ik mijn conclusies trek. Maar de enige manier voor de meeste mensen is... Ja. Ja, je hebt bepaalde mensen die je vertrouwt. Daar moet je op blijven vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is. Maar moeten we dus vertrouwen op een overheid? Kan een maatschappij... Ik zei niet... Nee, maar als het laatste wat ik zei, dat je per definitie moet vertrouwen op een overheid. Maar dat is wel hoe de meeste mensen het zouden opvatten, denk ik. Want de overheid die baseert zich vaak ook op wetenschap. Ja, maar als jij vindt dat jij op een bepaald iemand of de overheid moet vertrouwen, dan moet je dat gewoon doen. Maar als je moet laten testen, omdat dat is dus ook een PCR, dus ook een vorm van wetenschap, omdat die dus positief of negatief uitvalt en je daarom een samenleving drijft, dan is het dus ook een vorm van wetenschap dat je moet vertrouwen. Want je kan moeilijk zeggen, ik doe er niet aan mee. Ja, maar goed, als jouw keuze is om dat gedeelte te vertrouwen, omdat je daar reden hebt om dat te vertrouwen, ja, dan moet je dat volgens mij ook doen. Alleen, als je zelf de energie wil zetten om wat dieper te gaan kijken, om te zeggen, goh, neem even dat aerosol. Ja, als ik van Dissel hoorde, dat gaat alleen maar heel lang riep je één grote druppel, 1,5 meter. En ik gaf een ander verhaal. Ja, als jij zegt, nou ja, met RVM en die hebben ervoor doorgestudeerd en Maurice is maar alleen een opiniepeiler. Ja. Ja, en je wil niet op mijn argumenten dieper ingaan. Ja, dan is dat jouw keuze, prima. Maar in sommige gevallen, die ook misschien voor jezelf heel belangrijk zijn, is het misschien juist goed om wel dieper te gaan. En wel, ik bedoel, ivermectine, ik kan er ook een heel uur aan besteden, maar... waarom zou jij uren besteden aan het onderwerp ivermectine als het niet relevant voor je is? Ja. Nou, als je dan naar de ene partij kijkt en je denkt dat is relevant, nou, dat is dan de keuze. Ja. En als je denkt, nou, dat andere ook. En als je zegt, goh, ik wil eigenlijk meer over dat onderwerp weten, nou, dan kan ik je ongeveer 38 links sturen waar je ook nog informatie krijgt. Is dat ook niet het lastige, denk ik, van wetenschap en de politiek ook wel wat je met klimaat ziet, wat... vind ik dan wel een wezenlijk probleem is, maar ook bijvoorbeeld alleen gemeten wordt in CO2-uitstoot, dat binnen beleid mensen zich vaak blind staren op één
aspect van bijvoorbeeld ook een coronavirus daar volop inzetten. En daardoor eigenlijk de breedte van de opties en de onderzoeken die er zijn uitsluiten, omdat de nadruk al ligt, omdat ze zeg maar hun pijlen al gericht hebben op één gedeelte van ja, een tunnelvisie. Nee, dat is het erge hoor. Ik bedoel, als er nou, er zijn eigenlijk twee categorieën die me de laatste twee jaar erg zijn tegengevallen, is enerzijds de wetenschappers. De, er is niet inderdaad een, ik word het bij onderaan aanstekend, de wetenschap. Is er in jouw ogen inderdaad een de wetenschappers? Wetenschap? Ja, ja, nee, maar ik bedoel met de wetenschappers, ik bedoel als een verzamelcategorie. Ja. Ja. Ik ben regelmatig door mensen gebeld, ook uit de wetenschap, die zei, goh, wat jij zegt, dat geloof ik best. Maar ja, ik ben niet in de positie om er iets naar buiten over te zeggen. Nee. Dus wat je merkte, wat je hoopte dat het was, en dat is wetenschap ook, dat standpunt, je komt met elkaar, probeert tot iets te komen. Zoek naar consensus. Ik hou juist van om discussies aan te gaan, omdat ik er ook nog zelf, ook zelf van leer. Maar er is een soort, ergens in maart 2020, is er een soort gevoel ontstaan. Dit is het verhaal en als we met dit verhaal bezig zijn, dat is het beste. Want we hebben een grote crisis en het is alleen maar lastig dat mensen andere dingen zeggen. En toen hield enerzijds een groot deel van de wetenschap in mond. Terwijl ze achter de schermen best wel weten, nogal wat mensen, dat het toch allemaal nog wel wat aan haperde. Maar aan de andere kant, ook de journalistiek vervulde niet de rol die ze daarvoor altijd met gemak hebben. Die zijn altijd kritisch, superkritisch. Ja. Ik heb wel eens stukken van mij gelezen waarvan de helft van de feiten gewoon niet klopte. Maar dan verbinden ze het een met de ander. Ja, en dat leest makkelijk weg. Maar ik lees het van iemand anders en dan denk ik er ook niet bij. Nou, dat zal misschien niet of wel goed zijn. Maar in de laatste twee jaar zijn ze op dat punt niet kritisch geweest. Ik heb wel eens een grap gemaakt van dat ik een bepaalde interviewer die van Dissel sprak, dat Erika Terpstra met de Dalai Lama kritischer was bij de Dalai Lama dan als die journalist van Dissel interviewde. Maar dat is dus tegelijkertijd. Ja, wat moet je dan als burger? Ja. Enerzijds, of dan maar volgen. Of anderzijds, ja, het gaat om je eigen leven. Het gaat om je eigen sociaal netwerk. Ja, het belangrijkste vind ik dat je keuzes maakt waar je zelf achter staat. En als dat andere keuzes dan die van mij zijn, ja, prima. Als je daar zelf achter staat. Als jouw keuze is, ik geloof hem of ik ga dat volgen. Want dat maakt me rustiger of dan voel ik me veiliger. Of dat vertrouw ik. Of dat vertrouw ik, prima. Ja. Maar dat is denk ik ook wel een groot deel van het probleem. Dat je als gewone burger niet. Kijk, er is een virus. Je wil als burger, hè, wil je dat niet verspreiden. Of je wil er wat. Hè, je wil graag het verhelpen. Wat je al zegt, kan een kwestie van leven of dood betekenen. Maar er wordt uiteindelijk ook een maar gelimiteerd aantal handvatten of handvaten geboden om het virus te bestrijden, om daarmee aan de gang te gaan. En hoe, en dat is een moeilijke vraag hoor, maar hoe zou jij het voor je zien hoe je dat zou kunnen depolitiseren als het ware? Dat je een soort van afstand doet van alleen een OMT, maar dat je mensen met bredere kennis zou kunnen bedienen. Ja, maar kijk, wat ik eigenlijk, ik bedoel, nogmaals, we kunnen 6 uur praten over alle kritiekpunten die ik heb. Maar wat ik vrij cruciaal vond, ook al bij het begin, in de eerste periode, en ik heb diverse huisartsen gesproken, hoezeer men in die eerste jaar eigenlijk zei, je hebt het, corona, blijf maar wachten, en misschien een paracetamolletje. Alleen als het slecht wordt, dan moet je waarschuwen, dan ga ik wel naar het ziekenhuis. En eigenlijk mocht daar niks gebeuren. Ik bedoel, geen enkele handeling mocht gebeuren vanuit huisarts. En ik werd benaderd ook door huisartsen. Een huisarts die helemaal niet over ivermectine had of HCQ. Maar die had het over iets anders. Die zei, ik heb nu een half jaar bezig. Ik heb het volgende vastgesteld. Iemand is een week, als je een week ziek bent, is er 2 mogelijkheden. Je gaat of langzamerhand weer beter worden, of jouw systeem stort in elkaar. Dat is echt abrupt. En dat abrupte, dat gaat gepaard met een veel lager zuurstofgehalte in je bloed. En wat ik nou gedaan heb, er is een apparaatje waarbij ik bloedzuurstofmeter. Die is verbonden aan mijn iPhone of met mijn systeem. En dat geef ik aan patiënten waar ik me een beetje zorgen om maak. En zodra daar het naar beneden gaat, gaat bij mij de bel af. Ik ga meteen naar die man. En ik doe dan de behandeling die het ziekenhuis anders misschien 8 tot 24 uur later deed. Ja. En daardoor heb ik gewoon een behoorlijk aantal mensen thuis kunnen houden in plaats van ziekenhuis. Maar, zei hij,
Of ik naar de Nederlandse huisartsen ga of waar dan ook. Niemand die wil dat daarnaar luisteren. Zeker nog, je krijgt gezondheidszorg op je of de inspector. Ja, inspectie dan, dat nog net niet, maar dat krijg je met... Ja. Dus wat volgens mij het grote les zou moeten zijn... dat we veel meer het systeem moeten brengen naar het vertrouwen... naar de mensen die dicht bij jou staan. Dus jouw huisarts is je vertrouwenspersoon. Die huisarts kent jou... Die huisarts zou keuzes moeten maken. En als er dan een huisarts is die wel het ene middel neemt... of het andere middel... Kijk, ik begrijp voor een crisissituatie dat je bepaalde regels hebt. En ja, dat is ook vaak een beetje bureaucratisch, maar oké. Maar juist in een crisis zou je alles moeten loslaten... Ja. om zoveel mogelijk mensen... Decentraliseren. Dus. Decentraliseren de bevoegdheden zoveel mogelijk... zo dicht mogelijk bij de bevolking zelf. En als iemand andere keuzes maakt, ivermectine of zo, ACQ... Ik heb een hele belangrijke, was de volgende. Ik heb een interview gedaan, ook een podcast... met twee artsen, huisartsen uit Dordrecht... En die zeiden, en dat had ik ook al eerder gelezen... dat vitamine D is zo belangrijk. En ze vertelden ook, dat doen we bij onze patiënten... en we hebben echt goede resultaten. Ja. Nou, die heb ik ook. Nergens las je iets over vitamine D, terwijl dat oké. Onlangs een groot Israëlisch onderzoek in een ziekenhuis... waar ze de patiënten hebben onderscheiden naar vitaminegehalte... 4 klassen en naar de ernst van de COVID. Nou, mensen met een laag vitaminegehalte hadden een veel grotere kans... om ernstig ziek te worden dan mensen met een hoog gehalte. Maar wat heb ik zelf gedaan? In maart 2020 ben ik al vitamine gaan gebruiken. Elke dag vitamine. Maar het erge is dus dat we blijkbaar zo top-down in elkaar zitten... dat dat gewoon niet de ruimte is... Krapachtig vasthouden. En niet de ruimte is om dat soort dingen te doen. Maar hoe moeten we dan nu naar de toekomst gaan... wat betreft drijven op bepaalde wetenschap? Dus moeten we dan eerder per individu kijken van... dit vertrouw ik, dit voelt goed, et cetera? Of, en dus afstappen van die consensus? Transparanter misschien ook? Nou, ik bedoel, wat mij... Ik heb regelmatig nog college gegeven of lezing gegeven... bij studenten, ook in die periode. Wat me erg opviel, was eigenlijk... de gedwee houding van studenten. Als er nou één groep was die het meest geleden heeft... Nou, dat is misschien... Maar een groep die erg geleden heeft over onder de maatregelen. Dat waren de jongeren. En zeker, laat ik zeggen, 18 tot 25... die allerlei dingen ontnomen werd ten aanzien van plezier die enzovoorts. Die ook nog het onderwijs op een veel slechtere manier kreeg. En het was een groep die eigenlijk weinig persoonlijk risico liep... om daar erg ziek van te worden. En ja, zelfs nu zag ik nog onlangs dat er een gezegd was... ook jongeren tussen 12 en 17 kunnen een booster halen... ook om je oma te beschermen. Ja, en dat is oké, maar dat is inderdaad dus corona... en dat is dus in jouw ogen dan onzin en dat kan je dan onderbouwen. Wat ik vooral bedoel is... Juist jongeren zouden veel kritischer moeten zijn. Jongeren hebben internet, hebben veel meer mogelijkheid zich in dingen te... Maar we zijn ook lui. Ja, maar dat is blijkbaar de reden. Dat is dus het ding, maar daar wil ik in naartoe gaan. Luiigheid. Ja, maar als je lui bent, dan ga je die dingen doen, oké. Ja, maar dat is dus inderdaad, dat denk ik, dat daar vandaan komt. En dan is dus de vraag van hoe kunnen de jongeren aansporen... om dus wel de moeite te doen om wel tot de goede wetenschap dus aanstekens te komen. Of in ieder geval doen wat het best voor jou is... En dat is dus... Vanaf een kritische houding, denk ik, dat dat heel belangrijk is. Maar dat is ook een beetje het gevolg van ons onderwijssysteem. Ja, dat denk ik wel. Ons onderwijssysteem vind ik, maar dat... ik roep vaak... op school worden kinderen voorbereid op het verleden. Daar moet ik even over nadenken. Nee, ik snap wel, want dat is ook een beetje wat jij had... Nee, maar kijk. Als je ziet hoe de wereld veranderd is met informatie... En kennis is wat anders dan informatie. Maar dan weet je, op de enige plek waar ik kennis kreeg en informatie kreeg, was op school. Ja. En dan was thuis hadden we nog een encyclopedie, maar die geloof ik was al 30 jaar oud. En naar de bibliotheek ging ik niet. Pas toen ik student werd, ben ik een beetje... Dus alles was op school. En onderwijs, oké, 40, 45 in de klas, toch veel geleerd. Omdat ik ergens anders niks leerde. Nu zie je... hoeveel plekken je informatie kan verzamelen... op dingen die jij interessant en belangrijk vindt. Nou, en die informatie moet omgezet worden in kennis. Maar op school krijg je nog veel te veel informatie... vanuit de oude manier van denken...
Wat is eindexamen nou precies? Ja, bij eindexamen heb ik altijd het gevoel, op de middelbare school, dat je het hardst werkt voor het vak wat je het eerste daarna vergeet. Maar wat is dan nog de reden daarvan om dat te doen? Terwijl we juist nu in een wereld leven waarbij op het moment dat iets relevant voor je wordt, je door je erin te verdiepen via de technologie, je dat die informatie makkelijk eigen kan maken. Dus wat moet je leren op de scholen om informatie om te zetten in kennis? Maar niet deze informatie moet je weten en die hoef je niet te weten. Want eigenlijk is het zo, het is een soort, op het moment dat je het nodig hebt, is het ook wel beschikbaar. Als jij in staat bent informatie in kennis om te zetten. Dus wat hebben we eigenlijk gedaan met de jeugd en doen het eigenlijk nog steeds, is ze gedwee ontvangers op school gemaakt van informatie. En we kregen dan vooral repetities, toetsen of examens om te kijken of die informatie wel in je hoofd zit. Terwijl we allemaal nu beschikken over een harde schijf erbij met onbeperkte informatie. En daar beschikten we niet over 20, 30 jaar geleden. Dus als we dat veel meer trainen en oefenen, dan zal dat ook een situatie zijn waarin jongeren ten aanzien van de punten die ze belangrijk vinden in hun eigen leven of voor hun toekomst, om daar zich dan in te gaan verdiepen. En dat zou onderwijs veel meer dienen te zijn. Zie je dat eigenlijk zo, Boos? Ja, zeker. Nou, ik denk dat het zeker een interessant vak zou zijn als je zou kijken naar een soort wijsbegeerte waarin je zou zeggen van oké, dat kinderen zelf bij zich te raden gaan, wat vinden ze leuk? En ik denk ook zeker een meer kritische houding ten overstaan van hetgeen wat ze leren. Ik heb nu pas in mijn studie dat ik een vak heb die zich richt op hoe wetenschap tot stand komt en welke actoren moet je daar meenemen. Terwijl als ik dat nu kijk, dan denk ik van zoveel jaren kijk je naar onderzoeken en zoveel andere studies hebben dat nog steeds. En die nemen het gewoon allemaal maar voor waar aan. Maar die kijken helemaal niet naar welke actoren spelen ermee? Wie heeft het onderzoek gedaan? En ik denk als je dat vanaf een jongere leeftijd, wat jij ook al zegt, bij kinderen meer zou stimuleren, creëer je denk ik ook meer een kritische houding. En zorg je ook dus dat kinderen zelf veel meer zichzelf dingen af kunnen vragen wanneer ze iets opgelegd worden. Er zit nog een erge andere kant aan. Ik heb, toen ik me meer in dat onderwerp verdiepte, heb ik aan mensen gevraagd via enquêtes van, wist u al toen u 18 was wat u later wilde worden? En de tweede vraag was ik, van mensen die gestudeerd hadden, als u erop terugkijkt, zou u eigenlijk een ander vak hebben willen studeren? 55% van mensen die gestudeerd hadden zeiden, als ik nog een keer over had mogen doen, had ik een ander vak gedaan. Ja. 55%. Van de mensen 18 jaar zei 30%, ik wist eigenlijk wat ik later moest doen. Het onderwijs zou veel meer gericht moeten zijn om te herkennen wat jouw eigen talenten zijn, om je kennis te maken met wat er te koop is en vervolgens je keuzes te laten maken, zodat je als je 16, 17, 18 bent, veel meer weet wie ben ik, wat kan ik, wat zou ik verder willen doen en vervolgens een vervolgstudie gaan doen die niet zegt, dan moet je je eindexamen gehaald hebben. Die bijvoorbeeld zegt, dit zijn onze toelatingseisen. En als je er aan voldoet, ook als je 16 jaar bent, kom maar, want je voldoet aan onze toelatingseisen. En dan zou je eigenlijk dat middelbaar onderwijs veel meer gericht zijn op jezelf te ontdekken en je te leren van de informatie die er beschikbaar is, actieve kennis te maken, zonder dat je examens gaat doen om te zeggen, dit is minimumniveau, wat je moet weten. Kijk, basisschool is wat anders. Maar middelbare school zou daar veel meer gericht op dienen te zijn. En dat is natuurlijk ook het lastige, denk ik, met de verwaarlozing. Ja, maar ook met de verwaarlozing, denk ik, van het onderwijs. Dus mijn moeder, die is docent op een school in Bussum. Ja, daar heb je gewoon heel veel ouders die gewoon zorgen dat hun kind uiteindelijk dat VWO-papiertje heeft. En dan gaan ze wel een studie doen. Die valt dan ook meestal nog in een sociaal kader wat wenselijk is, want die zullen geen klassieke talen gaan studeren. Maar eigenlijk pleit jij, en ik pleit daar zelf ook voor, maar ik denk dan ook wel voor een hele nieuwe herziening van het onderwijs en misschien ook wel een grote investering. En een grote rol voor technologie. Wat jij zegt gaat niet gebeuren, omdat het zo haak zit op de manier waarop ouderen over onderwijs denken in het verleden. Ja, maar mijn punt is, eigenlijk zou het onderwijs moeten zijn tot je 10e, 11e basisvaardigheden. Welke dat zijn, basisschool. Tussen je 11e en je 15e jezelf leren kennen doordat je daarin ondersteund wordt, maar ook naar 15 verschillende branches kijkt en kijkt wat daar. En geleerd wordt om te denken, dat past bij mij, daar wil ik verder in gaan. Dan slaan we even fase 3 over, maar fase 4 is dan wetenschappelijk of beroepsopleiding of whatever.
dan is fase 3 me voorbereiden op die fase 4 nadat ik keuzes heb gemaakt. En vanuit mijn keuze ben ik me aan het voorbereiden. En als ik die, aan die eisen voldoe, dan, moet ik dat, dan kan ik dat gaan doen. Maar dat is zo haaks op het systeem wat we sinds 18 zoveel hebben. Ja, dat, ik, dat gaat eigenlijk nooit gebeuren. Maar we doen daarmee jongeren ontzettend tekort. Waardoor we inderdaad een generatie hebben gekregen die zich de hele coronasituatie over hen heen heeft laten komen, zonder dat ze een kritisch geluid hebben laten horen. En alleen maar rijk willen worden. Rustig zeg. En alleen maar rijk willen worden. Want dat vind ik grappig als ik om me heen kijk. Heel veel mensen willen bedrijfskunde studeren. En als je vraagt wat wil je worden. Je moet niet helemaal vanuit je eigen buik. Nee, dat is natuurlijk. Nee, dat weet ik ook. Wel erg, heb ik het gevoel. Sorry, nou, dat is misschien niet altijd representatief. Maar wat wel zo is, is dat ik wel merk dat er weinig mensen zie. Ook dat kan je dan wel nog aan. Die bijvoorbeeld een Nederlands gaan studeren. Want dat is wel een studie die doodbloedt. Of een klassieke talen of weet ik veel wat. En dat is natuurlijk ook wel jammer, omdat daar toch ook wel, denk ik, heel veel wetenschappen, nou, ik wil niet zeggen verdwijnen, maar er veel minder kinderen zijn die ambitieus daarmee aan de gang willen gaan. Misschien komt dat ook op de wijze waarop Nederlands op de scholen worden gegeven. Maar Maurice, hoe zie jij de rol van wetenschap de komende jaren zich ontwikkelen? Zal het alleen maar groter worden? Of komt er op een gegeven moment een grens van, nu gaan we toch meer op onze, op het menselijke aspect vertrouwen? Wat ja, in jouw tijd. Maar je zet het als een soort tegenstelling. En dat zou het eigenlijk helemaal niet moeten zijn. Nee, maar zo wordt het wel gedaan. Zeker vaak door wat oudere mensen. Dat is vaak de wetenschap en de technologie. Daar is het een grens aan. Dan wordt het een beetje science fiction gehalte. Ja, maar goed. Maar zoals ik al zeg. Veel van wat die oudere mensen zeggen is nostalgie en romantiek. En die zitten eigenlijk te moraliseren. Maar daar doen ze een sausje over. Alsof het of ze dat gelijk hebben. Maar ik bedoel, ik ook in mijn tijd zeiden ouderen dat vroeger alles beter was. Nou, mijn ouders zeiden, nou, ik werk vroeger. Maar toen ik 11 was, moest ik van school af om bij de sinaasappelkar van mijn vader, zei mijn vader, te helpen. Dat wordt ontzettend geromantiseerd. Dus elke tijd heeft zijn eigen aspecten. Maar het slechtst zijn de slechtste adviseurs zijn mensen die zeiden, zoals we het vroeger deden, was het beter. Dat is al een soort baas. Als ik dat van iemand hoor, denk ik, nou, dan luister ik al bijna niet meer. En dat betekent niet dat er niet bepaalde dingen moeten geleerd worden uit het verleden. Maar je moet het wel vertalen naar nu en in de toekomst. Naar die jeugd van nu. Die gewoon anders opgebouwd is. Maar anders opgegroeid is. Ja. En in een hele andere wereld terechtkomt dan van waar die ouderen vandaan komen. Ja, ik denk dat het belang dat wij nu schetsen van de jongeren die zelf meer gaan kijken wat bij hen past. Zodat inderdaad het eigen individuele, waar ligt jouw talent? Ik denk dat heel veel mensen ook die behoefte niet voelen, omdat het eigenlijk wel heel comfortabel is dat mensen zeggen, ga je diploma maar halen en dan kan je daar en daar aan het werk. Dus de vraag is, nee, zo zijn ze geconditioneerd. Geconditioneerd, sorry. Ja, nee, inderdaad. Maar dat is ook dus hetzelfde in de zin dat het dus wel zo is. Tenminste, zo gaat over het algemeen. Maar de vraag is dus, hoe speel je op die jongeren in dat ze dus wel het maximaal uit zichzelf gaan halen en ook misschien wel het onderwijs willen gaan hervormen? Want ja, dat is geen makkelijke taak en ook geen makkelijke opdracht. Maar toch ben ik ook nog behoorlijk veel mensen tegengekomen en jongeren tegengekomen die wel de dynamiek en wel die passie ervoor hebben en die daar wel mee bezig zijn. En die als ze goed kijken zien hoeveel er eigenlijk niet goed gaat en hoezeer dat beter kan worden. Alleen, dat is een voortdurende strijd tussen vernieuwing en waarop er tegengehouden wordt. Maar zoals ik al zei, bij veel jongeren zijn daarin nogal passief. En ik denk dat ze dat ook echt heel erg gemaakt zijn. Zie je die verandering wel nog plaatsvinden ergens in de komende jaren, dat die ommekeer gaat komen? Of denk jij dat het alleen maar erger wordt en we eigenlijk misschien nog meer gevangen gaan zitten in? Nou, ik denk dat de afgelopen 2 jaar een hele grote impact hadden en zullen hebben op de toekomst. Ik denk dat als in 2060 teruggekeken wordt, als het dan allemaal nog zijn. In de geschiedenisboeken, dus heel droog weer leren. Nee, maar dan is deze periode, en die oorlog kan nog natuurlijk ook alle consequenties nog hebben, maar niet alleen militair, maar ook qua samenleving, hè, voedselproblemen, energieproblemen, sociale onrust. Bedenk even wat er in verkiezingsresultaten kan gebeuren als er een hele sociale onrust is in een land waarin er een hele andere uitslag kan komen. We hebben dat ook in 2002 eigenlijk een beetje meegemaakt. Hè? Toen met Fortuyn al een hele grote revolutie was eigenlijk een soort.
Maar ja, dat betekent volgens mij gaan we de komende 5 tot 10 jaar worden de meest turbulente jaren van sinds de Tweede Wereldoorlog. En ja, dan zal het ook voor veel jongeren een kwestie zijn dat je wel een keuze moet maken. En dat je wel voor jezelf moet opkomen, of rechtsom of linksom. Dus dat is jouw advies aan de jongeren inderdaad. Ja, maar er gaat zoveel veranderen. En dat is natuurlijk ook een onrustige situatie. Maar ja, als er veel verandert, ontstaan er ook veel mogelijkheden. En ik denk dat ik denk dat er zoveel verandert, dat ook veel jongeren wel voor zichzelf vaststellen, ja, ik moet wat gaan doen. Ja, het leidt eigenlijk tot nieuwe inzichten, als het ware. Ik denk dat dit een mooie, inderdaad, een soort afsluiter. Je ziet dat je nog wat wilde zeggen. Nou, maar nog één zin erbij. Wat het interessante daar weer bij is, is dat juist die nieuwe technologie ook de kans biedt om mensen te vinden die daarin gelijke ideeën en gelijke standpunten hebben. Om daar virtuele groepen mee te vormen. Te verbinden. Ja, nee, ik denk dat daar ook een gebrek aan is in deze tijd, hoor. Dat gebrek aan verbinding in de tijd van corona. Ik kan me niet voorstellen hoe dat zou geweest zijn als er geen iPhones en iPads waren. Want dan had je helemaal niemand meer die je kon spreken. Maar Maurice, ik ga je super erg bedanken. Ik vond het een heel interessant gesprek. Het gesprek ging iets anders dan op een positieve manier dan we hadden voorbereid eigenlijk. Maar dat is eigenlijk precies zoals een gesprek hoort te zijn. Natuurlijk, en het loopt zoals het loopt. Ik vond het ook een onwijs leuk gesprek. Ik hoop niet te veel. Nu ga ik wel vanuit mijn eigen perspectief praten, maar ik vond het onwijs leuk. Dit is wel. Nee, onwijs leuk. En dankjewel voor je komst. Nou, graag gedaan en veel succes voor het werk wat jullie doen. Dankjewel. Ja, we proberen altijd weer mooie gasten hier aan tafel te krijgen, zoals Maurice de Hond en vorige week Wieme van Hagen. En daar zijn we nog steeds druk mee bezig. Dus hebben jullie een idee wie jullie graag aan tafel zouden willen hebben? Stuur ons een berichtje en we gaan dan proberen om diegene aan tafel te krijgen. En abonneer nog even op ons kanaal, want dat kunnen we nog goed begrijpen. En de Instagram. En de Instagram en de Twitter. nu zijn we echt klaar. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.